En ja, van harte welkom. Een hele fijne dag vandaag. Dankjewel. Super. Ja. Ik zou zeggen, Eduard, het logboek, het team Lagerlanden, Roger, logboek en Jeanette. Ja, gaan jullie gaan. Vet, Crea. Willen wij dit wel zo? Ja, nou, ik zal jullie blurren. Dat was niet helemaal voor met een. Goedemorgen. Hey, hallo. Oh,
Jeetje, wat een prachtige herinneringen. Wat een prachtige herinneringen aan het TLL-event 2023. Het is al een tijdje voorbij. Maar zeker als je deze beelden weer ziet, krijg je ongelooflijk veel zin in weer. In 7 september. In, en daar gaan we het natuurlijk zo meteen over hebben, waar dat TLL-event precies is. En we gaan het niet alleen maar hebben over waar het TLL-event is op 7 september 2024, maar we gaan ook een tipje van de sluier oplichten. Nou, een behoorlijk tipje van de sluier. Want ik ga jullie mijn overwegingen richting het ontwerp van de Team Lage Landen 2024 Geocoin ga ik eigenlijk aan jullie vertellen. Maar eens even kijken wie er allemaal zijn. Want jullie zitten al in grote getalen. Gezellig te wachten op wat komen gaat. Gezellig bij deze livestream. Heel erg gaaf, heel erg gaaf. Lucien, goedenavond. Thomas, Mariska, Tobias, goedenavond. Mariska zegt ook zo benieuwd waar het event gehouden wordt. Oh ja, je weet het. Over kwartier, 20 minuten weet je het. Arie, goedenavond allemaal. Bonsoiré, zegt Martijn van Mierlo. Goedenavond, hallo Milan, hallo Brian, Lianne, Tamara, Daphne, Wilfred, Danielle, Renate. Jullie zijn er allemaal weer bij. Hallo Angela, hoi Angela, Tamara. Even kijken hoor. Hebbes, geocaching video, yes, ook erbij. Johan, Pascal, meneer Janssens. Hallo allemaal, Danielle. Een hele goede avond op deze maandagavond. Het is donker, het licht staat aan hier vlak voor me. En ik neem jullie, nou meestal een uur tot anderhalf uur even mee naar deze twee prachtige onderwerpen. Steven, Richard en Esther, van daar zijn ze weer. Goedenavond, binnenkort ga ik met Esther ga ik geocachen. En hopelijk een hele leuke cache. Gaat helemaal goed komen met een leuke vlog natuurlijk. Mario, Team Digidoc, Mario en Lisette zijn er ook. Oh, gezellig. Oké, nou, wat ik jullie als eerste even wil vertellen, dat ik eigenlijk super trots ben en me ook een beetje schaam. Want Chris en Jeanette van Team Snippersnap hebben natuurlijk al heel lang die hele actie van de TLL-caches. En eindelijk heb ik dan mijn eigen TLL-cache. En ik neem jullie even mee naar de website. Oh, dat is dus de verkeerde website, zie ik al. Even kijken, hoe ga ik dit fixen? Kijk, nu zien jullie jezelf eventjes. Even kijken, hoe ga ik dit nou weer herstellen? We moeten namelijk even zo doen. Nou, nu zien jullie hem wel als het goed is. De GC-website met mijn nieuwe geocache. Ik zal hem ietsje vergroten, dan zie je het allemaal beter. TLL Roosendaal Team Lage Landen. En dit is mijn cache. Ik ben er super trots op. Inderdaad Rebecca, ik schaam me best wel een beetje. Maar eindelijk is die daar, de Team Lage Landen cache. Het is een mystery. Kijk maar aan de bovenkant. En hij is ook qua moeilijkheid, is hij best wel pittig. En je moet hier natuurlijk een puzzel oplossen voordat je de coördinaten te pakken hebt. En ook in het veld moet je nog een puzzel doen. En even naar beneden scrollen voor het coördinaat, zegt Tobias. Ja, hop, dan gaan we eens even snel doorheen. Volgens mij zie je die ook niet meteen. En hij is dus een paar keer gevonden. Hij is 9 keer gevonden. En de mensen die hem gevonden hebben, hebben er best wel plezier volgens mij aan beleefd. Dus dat is wel heel erg fijn. Aan de ene kant schaam ik me dus een beetje. Aan de andere kant ben ik er heel trots op. Eindelijk is daar mijn Team Lage Landen geocache. Eindelijk. Goedenavond. Meneer De Haas. Leuk dat u er ook bent. En Milan heeft hem al opgelost. Dus mocht je een tip willen, kun je altijd aan Milan vragen. En Tamara zegt, hij is leuk om op te lossen. Ja, en je moet dus 2 keer iets oplossen. Hè? Je moet iets oplossen op de listing. En zoals altijd, als je weet hoe het werkt, is het niet moeilijk. En daarna moet je het veld in. En daar moet je ook een puzzel oplossen. Ja, en ook daarvoor geldt weer. Eigenlijk is hij super makkelijk. Maar ja, als je het even niet ziet, dan ben je er toch wel even mee bezig. En Tobias die zegt inderdaad, wel een muffe putlucht bij de cache. Ja, dat klopt.
Dat klopt. Helemaal waar. Helemaal waar. Een beetje naar oude haring, hè? Een beetje naar oude Roosendaalse haring eigenlijk. Ja. Nou, Tamara, mocht je de kans krijgen, kom die kant op en ga lekker puzzelen in het veld. Leuk. Dat wilde ik gewoon eventjes noemen. Want de reden waarom we... Mathieu, hallo, sorry. Mathieu de Haas 007 bij deze. Ik probeer het te onthouden. Want waar we voor jullie eigenlijk natuurlijk zitten, is omdat we enorm hebben genoten van het Team Lage Landen event in Harmelen. Hier nog eventjes de ingang. Dit heb ik 's ochtends gefilmd toen het nog mistig was, voordat alles open was. En het was eigenlijk een prachtige locatie, hè? Er was een zwembad bij, er waren een paar grote zalen bij. En er was een mooie bar waar je van alles kon halen. Er was nog een zitgedeelte. En het is niet in Harmelen dit keer. Het is ook niet in Benschop, waar we het eerste event natuurlijk hebben gehouden. Maar het is op een nieuwe plek waar jullie zo meteen achter gaan komen. Toen we aan de slag gingen voor 2023 TLL event, was dit de lege zaal waar de organisatie begon. Daarachter is nog een stuk wat je weg kon klappen. Hè. Dit was eigenlijk nog maar de helft van de zaal. En de organisatie heeft keihard gewerkt om alles in orde te krijgen voordat jullie allemaal naar binnen konden komen. En ze hebben echt, nou kan ik je zeggen, achter de schermen, voordat jullie binnen waren, enorm hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen. En Martijn, het klopt dat er wat piept, want... Deze stoel piept. Hoor je dat? Dat is een piepatje. Dat is een gepiep wat je hoort. En herinneren jullie nog die tasjes die mijn moeder heeft gemaakt, die Geocine heeft gemaakt? Enorm veel werk, maar wel echt wel heel erg tof gemaakt. Nog steeds zie je op Facebook die tasjes af en toe voorbij komen. Die hebben we natuurlijk allemaal moeten vullen, hè? Die 200 plus tasjes hebben we met z'n allen moeten vullen. En dat hebben we ook nog de ochtend gedaan, voordat jullie met z'n allen naar binnen kwamen, hebben we die tasjes nog lopen vullen. En die tasjes waren goed gevuld met leuke goodies. En inderdaad, Wilfred, het is tijd voor een nieuwe stoel. En Daphne zegt, de stoel. En inderdaad, Mathieu, het was een geweldige organisatie. Want niet alleen de voorbereiding was goed, maar ook overal werden labcaches neergelegd. Want dat was eigenlijk het doel, om te zorgen dat de geocacher ook op de eventlocatie van alles kon doen. Hier wordt bijvoorbeeld het badje opgeblazen voor de badeentjes door Jeanette en Björn. En dat is leuk om te zien, Daphne. De tasjes zijn met plezier in gebruik. En ik weet dat er ook voor 2024 alweer keihard gewerkt wordt door Geocine. Om te zorgen dat er weer leuke tasjes zijn. En Elise ook nog. Ah, dat vindt mijn moeder echt super leuk om te horen. Tof. Echt heel erg leuk. Nou, labcache natuurlijk. Herinneren jullie deze nog? Dat eeuwige getingel op die eventlocatie. Weet je het nog? Hier moest je iets met kleurtjes doen. En er waren allerlei soorten labcaches die ook de organisatie weer heeft neergelegd. En waar jullie je met z'n allen mee konden vermaken. En ik weet zeker dat het event nu in 2024 ook weer lekker gevuld wordt met allemaal van dit soort caches. Hier was bijvoorbeeld water, een water labcache, een aarde labcache. En zelfs een lucht labcache. Waarbij je dus eerst op de grond moet kijken en dan in de lucht moet kijken wat je daarvan zou kunnen. En Daphne zegt, de hele dag hoorde dat getingel van die glazen flesjes. Ting, 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 ting. Weten jullie nog? Nou, en toen stond alles klaar. En toen gingen de deuren open. En er stond een best wel dikke rij eigenlijk, buiten al. Hebben jullie net kunnen zien, het introfilmpje. Iedereen kwam naar binnen en er stond een enorme rij voor de kassa. Maar de organisatie heeft zich keihard ingezet. En eigenlijk was deze rij, die nu heel groot lijkt en is, die was eigenlijk binnen no time weg. Dus dat hebben ze echt wel heel erg knap gedaan. Ja, en dan de workshops. Hè. Was natuurlijk Milan met zijn mystery workshop. Altijd goed gevuld, de vorige keer ook. Nu zaten er ook lekker veel mensen. Er was natuurlijk de knutseltafel. Ik weet dat in ieder geval Jeanette en mijn moeder daar hebben gezeten, Geocine, en misschien nog wel meer mensen. Er was natuurlijk een workshop boomklimmen. Echt heel erg gaaf. En het was goed in elkaar gezet. Het was genoeg te doen. Op de eventlocatie was genoeg te doen. Maar ook erbuiten was genoeg te doen. Want daarnaast heb je natuurlijk de workshops. Maar er waren ook nog
kastjes buiten neergelegd. Dus je kon gewoon lekker het veld en gewoon lekker die kant op. En ook Mathieu herinnert zich nog wat ping, 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 ping. Dat hoorde je de hele dag door. Op heel veel van die filmpjes die ik gemaakt heb, die ik nu laat zien, is het geluid natuurlijk weg. Maar op de achtergrond al, hoor je altijd dat ping, 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 ping van mensen die aan het proberen zijn. En wat heeft iedereen zich vermaakt, hè? Op het Team Lagerlanden event 2023 in Harmelen. Leuke labcaches, gezellige mensen de hele dag. Daar heb je die pingel weer. Leuk om te zien weer. Echt leuk om weer even herinneringen op te halen, zeg maar. Super tof. Hallo, Wilma. Of nee, Van den Helder. Nee, dat is niet Wilma, toch? De locatie heb je zeker niet gemist. Nee, die heb je zeker nog niet gemist. We zijn nog bij de oude locatie in Harmelen 2023. Want daar was dat moment dat we die groepsfoto gingen maken. Ook heel gaaf. Mark die had zijn drone meegenomen van GeoSense. Mark van GeoSense. En we stonden allemaal klaar voor die groepsfoto. En Mark heeft zijn drone in de lucht gestuurd. En de opdracht was, als hij eenmaal voor je hangt, dan moeten we allemaal gaan zwaaien. En dat is dan vervolgens natuurlijk ook gebeurd. Dat ding hing in de lucht. En zwaaien maar, werd er gezegd. En vervolgens werden er een paar foto's gemaakt. En hadden we dus een hele leuke groepsfoto. Maar wat een leuk moment is dit, hè. Hebben we in 22 gehad in Benschop. Hebben we in 23 gehad in Harmelen. En gaan we in 2024 ook weer hebben in... Dat gaan jullie zo meteen horen. En Tobias 010 zegt, lekkere tosties daar. Ja, er waren zeker lekkere tosties daar. Ja. Het was ook eigenlijk, de horeca was ook goed geregeld. Er waren zelfs twee barren waarvan ze de ene in de zaal op een gegeven moment dicht hebben kunnen doen. Want dat was eigenlijk helemaal niet nodig om dat te doen. En Mathieu die zegt ook, ja, die labcaches waren echt tof. En iedereen, ja, want zo gaat dat, hè. Helpt elkaar, hè. Leuk is dat, hè. Nou, er was natuurlijk ook nog helemaal aan het einde, was de uitreiking van de Dutch Geocoin 2023. Ontworpen door Dave en uitgereikt door Tony, de organisator van de Dutch Geocoin. En hij is natuurlijk ongelooflijk gaaf geworden, hè. Geen idee of jullie hem al hebben, maar dit zijn ze. En het zijn natuurlijk vier versies, hè. De Dutch Geocoin 2023, gewijd aan Kitty Kotti, de beëindiging van de slavernij. Een gouden, een zilveren, als ik het goed zeg, een koperen en een bronzen. Echt wel heel erg gaaf. Hij is mooi gemaakt. Deze achterkant is al gaaf, hè, met het relief. 1863 tot 2023. Maar de voorkant is met, als ik het goed zeg, UV-printing gemaakt. En dan krijg je dus een soort echte 3D lucht, bossage, huizen, strand, water. Allemaal in 3D. En het is echt een aanrader. Echt een aanrader. En wil je er nog eentje hebben, ga dan even naar creacoins.cc volgens mij. In ieder geval zoek maar CreaCoins op en daar kan je die coin bestellen. Ik zal ook een link onder deze video zetten zometeen, waarin je kan kijken welke er überhaupt nog zijn en welke je nog zou willen bestellen. En eens even kijken. Esther zegt, ben er dus gisteren achtergekomen dat Roger geen gans is, maar een kip zonder kop. Ja, daar gaan we het 100% over hebben zometeen. Want we gaan natuurlijk Milan in de uitzending proberen te krijgen. En moet ik eventjes... Ik heb zeg maar twee schermen. Dus aan het ene scherm heb ik van alles geopend. Aan het andere scherm heb ik ook van alles geopend. Kan ik ook de uitzendingen nog in de gaten houden. En soms moet ik dus links en rechts wat dingen doen. En ik probeer dat zo soepel mogelijk te doen. Maar dat lukt niet altijd. En in dit geval wel, denk ik. Want jongens, we gaan het hebben over de locatie van het TLL-event 2024. En we hebben, als het goed is, Milan in de uitzending. Hallo. Hallo, Milan. Hey, ja, tof. Nou, we hebben goed geluid. Je bent lekker in beeld. En er zitten lekker wat kijkers te kijken, Milan. Want iedereen is ongelooflijk nieuwsgierig naar de locatie van het TLL-event. Ja, dat denk ik ook. En volgens mij sta jij ook lekker te popelen om te vertellen waar het is. Ja, dat ben ik. Zeker. Oh, super. Nou, weet je, één ding even vooraf, hè.
Want jij weet natuurlijk wat het is, waar het is. Jij hebt die puzzel op de Facebookpagina gezegd, hè? Facebookpagina GC Team Lage Landen. En eventjes open vraag vast. Is de locatie geraden door iemand? De locatie is zeker geraden. Oh, locatie is geraden. Lekker. Nou, dan gaan we gewoon eens even kijken. Zullen we gewoon eens even die puzzel van jou aflopen om te kijken wat stond daar nou precies in? En om jou meteen die uitleg te laten geven. Is dat een idee? Ben je er nog, Milan? Oh, Milan. Even geen verbinding meer met Milan. Maar dat maakt niet uit. Ja, daar is je weer. Daar ben je weer. Daar ben je weer. Daar ben je weer. Ik ben er weer. Oh. Ik ben er weer. Mooi. Nee, geen idee wat je had meegekregen, Milan. Maar ik zei van, laten we even die puzzeltjes aflopen. Hè, de puzzelmomenten aflopen om te kijken wat ze nou precies betekenen. Ja, wat ik mee goed plant. Oké, top. Nou, die eerste, dat was de plus 31. En ik denk dat daar geen moeilijkheden over waren. Hè? Iedereen wist wel... Ik ben aan iedereen wel door dat plus 31 en de oranje kleur betekenen dat we in Nederland zitten. Yes, in ieder geval weer in Nederland. In ieder geval weer in Nederland. Nou, mooi. Dan was er die tweede. Nou, daar heb ik ook wel even over moeten nadenken totdat jij hem uitlegde. Want wat we hier zien is 640. En wat we hier zien is het omega-teken. Kun je daar wel eens over uitleggen? Ik heb een heleboel verschillende denkwijzes gezien, maar ik denk dat ik de juiste niet heb gezien. Nochtans, als je het weet, is het echt niet zo moeilijk, want het teken omega, dat betekent weerstand. En ik denk dat er nu een belletje gaat rinkelen bij vele mensen, want die getallen hebben te maken met de weerstandscode. En als je nu die weerstandstabel naast jou zou leggen, als je die getallen dus 6, 4 en 0 gaat omzetten... Ja, wacht heel even, want dat ga ik natuurlijk in beeld brengen. Toen jij het vertelde, dacht ik, hey, ik wil het dus even uitproberen. Dus wat ik jullie laat zien, is een site, gewoon een willekeurige site, heb ik ik heb eigenlijk gezocht naar weerstanden. En dan krijg je, geen idee wat het betekent, maar je krijgt een 5-bands... weerstandsparameters. En daar kun je die dingen invullen. Hè? Dus het was, even kijken, 640. Dus dan vullen we hier in de 6. Dit moet de 6 zijn. 6. Even kijken, werkt dat zo? Nee, dat werkt niet. Nou, maakt niet uit, maar we zien in ieder geval dat 6. Oh, dan vul ik hem in 3 plekken in. Ja, 6 is blauw in ieder geval. Die tweede was 4, hè? Even kijken. Dus dat is geel. En die derde was... Wat was die derde ook alweer? 0. 0, ja. 640. Kijk, dan heb je dus... blauw, geel, zwart. Nou, blauw, geel, zwart, Milan. Leg jij nou eens even uit wat blauw, geel, zwart is. Misschien mensen die de vlaggen van Nederland goed kennen... zullen misschien al weten wat dat is. Maar wat is het? Blauw, geel, zwart is de vlag van... de provincie Gelderland. Yes, de vlag van Gelderland. Hier prachtig in beeld. Blauw, geel, zwart, de vlag van Gelderland. Oké, dus dan is het eigenlijk, weten we nu, dat die locatie dus in ieder geval in Gelderland is, hè? Ja, klopt. Want hoe was dat nou met... Benschop en Harmelen was geen Gelderland, hè? Nee. We gaan naar een nieuwe provincie. Ah. 2 jaar zaten we in Utrecht. Ja. Maar dit keer gaan we naar Gelderland. Yes. Nou, en dan als ik dan de volgende locatiepuzzel in beeld breng. Dat is ook wel heel grappig. Want dan zien we een muziekje. Dan zien we een muziekbalkje met nootjes. En ik had ook werkelijk waar geen idee. Jij hebt het me uitgelegd. En ik heb het natuurlijk opgezocht. Maar wat is dit, Milan? Het is geen Seven Nation Army zoals op de flessen op het event. Maar het is het volkslied van Gelderland. Oh, het volkslied van Gelderland, jongens. Dit is het volkslied van Gelderland. Luister even mee. Milan, daar komt hij, het volkslied van Gelderland. Oh yeah. Waar begonnen dennenbossen, paarse heidevelden zien. Waar de bronnen roggen hakken en het beekje ons oog bekoort. Daar is onze vale ouwe, geen idee wat dat is,
kostelijk deel van Gelre's oor. En dan staat er bieswijn, dat betekent volgens mij nog... Ja. Daar is onze vale ouwe. Kostelijk deel van Gelre's oor. Wauw. Oké. Het volkslied. Geen idee dat er een volkslied bestond überhaupt van Gelderland. Maar hij bestaat echt. Hij bestaat. En daar is dit het muziekje van. Ah, superleuk. Ja. Nou, als ik doorga naar de volgende, Milan. Dan ja, spreekt dat dan eigenlijk ook voor zich, hè? Ja. Ik dacht, de vorige twee hints waren een beetje moeilijk misschien. Oh, dus ja. Voor wie het nog niet had, wie het nog niet door had, heb ik gewoon een blinde kaart van de provincie Gelderland erop gezet. Zodat iedereen nu weet dat we in de provincie Gelderland zitten. Geweldig. Mooi. Nou, eens even kijken. Toen was er dat plaatje van die herten. Ja. Hoe zit dat? Ja, dat is een foto die genomen is in de Hoge Veluwe. En dat verwijst dan naar het Koropgebied, of hoe dat ook noemt. Ik heb er ook een hint bij gezet van Korop of C-O-R-O-P van de Veluwe. Dus het Koropgebied Veluwe is een kleinere gebied binnen Gelderland. En daar zit de eventlocatie in. Ah, daar zit de eventlocatie in. Oeh, ja, je wou het bijna zeggen. Ik zag het. Ik wou al bijna iets zeggen, maar ik dacht, dat is nog genoeg dan. Oh, heerlijk. Nou, dat was het volgende hintje. En dat was N52E5. Ja, dat ook voor zich spreekt. Dat zijn het begin van het coördinaat van het event. Ja, precies, dat is duidelijk. Hè? En dan, je zou dit zelfs kunnen aftekenen in een strook op de kaart, hè? Of een blok op de kaart. En daar zou die dan inderdaad ook in moeten liggen. Ja, okay. Dat is een heel grote blok over Nederland. Maar als je dan al weet dat je in Gelderland zit, en als je dan zelfs nog weet dat het in het Veluwe is, dan kun je het al een heel groot gebied uitzetten. Ah ja, geweldig. Nou, eens even kijken. Want je wordt steeds specifieker. De volgende is dat, die heb ik geïnterpreteerd als snelwegen in ieder geval, de A30 en de A12. En we gaan eens even naar de site. Dus we hebben hier de A30 van boven naar beneden en dan bijna dwars erop de A12. Dus gaan we eens even kijken op de kaart. Die A30, dat is deze. Dit is de A30. En die A12 is dan deze. En als je nou op die hint kijkt, dan lijkt het net... Je zou kunnen denken in ieder geval van... Hey, Roger is precies op die eventlocatie, hè? En als je dan gaat kijken op Google Maps, waar is dan die eventlocatie? Nou, kom je in ieder geval uit in Ede. Dus ergens in Ede hier aan de onderkant. Nou, ergens, wat is hier? Even kijken hoor. Boerderij van Steenbergen, Theehuis het Groene Veld. Milan, is het in Theehuis het Groene Veld in Ede of Boerderij van Steenbergen in Ede? Nee, helaas, maar ik heb hem wel zo geïnterpreteerd van ergens bij dit kaartje, in de buurt van dit kaartje moet hij zijn, hè? Ja. Die kaart, ja, je hebt het zelf al gezegd, is Ede. Dat zijn de grote wegen rond Ede. Dat is eigenlijk een hint naar de gemeente waar we naartoe gaan. Dus we gaan naar de gemeente Ede. Tuurlijk, ja. Want de gemeente Ede is natuurlijk groter dan alleen maar de stad of de dorp Ede, inderdaad. Ja. Oké. Dat is groter dan dat. Ja. Was eigenlijk nu op dit moment de locatie al geraden? Nee. Meeste mensen wisten wel waar het was. Ja. Wisten dat het in de buurt van Ede was. Ja. Maar er was een beetje verwarring over de plaats waar Roger stond. Want iedereen dacht, hey, Roger staat in, wat is het, Bennekom? Maar ja, dat is eigenlijk een beetje mijn fout, want mijn ontwerpskills zijn ook niet zo goed. En om daar een gekke knik in de afbeelding te vermijden, heb ik daar voor Roger gezet. Dus die Roger had er niets mee te maken. Het was gewoon, we gaan naar Ede. Geweldig. Nou, in ieder geval de provincie Ede. Want ik zag op Facebook bij dit plaatje dat heel veel mensen zeiden Ede. Dus, niet goed qua plaats, maar wel goed qua gemeente. Inderdaad. Nou, leuk. Nou, we gaan steeds specifieker. Want nu kwam er... Nou ja, vond ik eigenlijk ook wel best een complexe. Tot jij hem uitlegde natuurlijk, want zo werkt het altijd. Maar dan zien we een rotje met 8231 862. Ja. Vertel, wat is dat? Dat was ook een moeilijke, vond ik. Want
Ik heb er daar nog een extra hint bij gezet. Hint naar de geocaching toolbox. Want als je dit getal zou omzetten naar de GC-ID, dat is de GC-ID van een GC-code. Ja. Als je dat zou omzetten via de geocaching toolbox, dan krijg je een GC-code die in het dorp ligt waar... Nice. Oké, gaan we laten zien. Dus dit was de volgende hint. Dit is wat je had moeten doen. Dus naar Geocaching Toolbox, daar gaan we nu even naartoe. En dan kun je al die dingen, je kan coördinatie, tekstfuncties, encryptie, cijfers en overige conversies en alfabetten staat hier tussen. En dan kun je dus hier, kijken of ik dat zo krijg, kun je dus de GC-code kun je omzetten naar de GC-ID eigenlijk. En als we daarop klikken, dan kom je hier. En wat we willen is een ID naar GC-code. Kun jij die getallen eens opnoemen, Milan? 8, 2, 3, 1, 8, 6, 2. 8, 6, 2. Kijk, dat is toch geweldig. Dan krijg je hieronder krijg je een GC-code. Die kopiëren we even. En wat we dan gaan doen is gaan we gewoon naar de GC-kaart. Zetten we die even op normaal. En dan ga ik naar de kaart bekijken. Ik heb natuurlijk die GC-code nu gekopieerd. Dus gaan we naar de kaart, die GC-code zet ik hier erin. En dan eens even kijken waar we uitkomen. Bevrijdingsmonument Ederveen. Milan, is het in Ederveen? Het is in Ederveen! Oh, we weten in ieder geval dat het in Ederveen is. Dan gaan we eens even kijken. Want dan gaan we natuurlijk terug naar Google Maps. Even kijken, waar ligt Ederveen? Hier heb je Ederveen. Kijk eens even. Oh, dan moet ik terug weer naar daar naartoe. Ederveen. Kijk, want hier ligt Ede. Hier liggen die snelwegen. En hier links ligt Ederveen. Oh, dan komen we dus heel dicht in de buurt, Milan, van de locatie. Ja, ja. Het is in Ederveen, het dorpje Ederveen. Alleen was de opdracht niet raad in niet de plek waar het is, maar raad de exacte locatie, hè? Ja, ja. Ederveen was nog altijd te groot. We willen echt op een specifieke locatie. Ja. En ja, daar heb je met Ederveen niet genoeg mee. Nee, geweldig. Dus de volgende puzzel... Ja, dat was een... wat is het? Een plus of een spartekentje? Ja, dat is een logo. En het logo van de plus. De plus. Ah, ja. Oké, wacht eventjes. Ederveen en de plus. In Ederveen. Dus blijkbaar moeten we de plus in Ederveen hebben. Hier is... Even terug naar de kaart. Hier is Ederveen. En ik zag hier al een plus staan. Kijk eens, hier is de plus Ederveen. Is het event bij de plus Ederveen? Nee. Oh! Nee, niet bij de plus Ederveen. Oh, jeetje. Ja, en kijk, als je natuurlijk een beetje soort van... denkt van, oké, plus Ederveen, dan moeten we blijkbaar heel erg in de buurt zitten. Eens even kijken wat er zit. Café... Oh, kijk, laat jullie even meekijken. Ik zie hier Café Marktzicht. Milan, is het bij Café Marktzicht? Ik weet niet of ze daar genoeg plaats hebben voor die letters. Ik zie hier ook nog massagepraktijk Marktgebouw. Milan, is het daar? Is het bij de massagepraktijk? Als jij daar naartoe wil gaan, dan mag dat van mij hoor. Maar daar is geen event. Oh, is het misschien bij het Trefpunt... Het Trefpunt in Ederveen, is het daar? Nog nooit van gehoord. Oh. Nou, wat we dan gaan doen is er gewoon nog eentje kijken. En nog een hintje krijgen, maar we zijn in de buurt en we zijn super warm. Je bent heel warm. Dat was Roger zonder hoofd. Ja. Zijn hoofd is weg. Zijn hoofd is weg, inderdaad. En daar heb je eigenlijk al iets gezegd, want het is eigenlijk een rebus. En ja, de rebus wil eigenlijk zeggen, ja, zijn hoofd is weg, dus hoofd weg. En als je dan nog eens gaat kijken naar de kaart van Ederveen, misschien kan je dat dan doen. Ja, zeker. En eens kijken naar de grootste weg in Ederveen. Ja, ja, we hebben hem meteen in beeld, want hij is
De hoofdweg ligt tussen Café Marktzicht en tussen Massagepraktijk en Trefpunt, waar we het net zagen inderdaad. Dat is de hoofdweg. En de hoofdweg, ik zal het nog even laten zien, de hoofdweg, die loopt dan inderdaad, want hij begint hier, helemaal buiten Ederveen. En hij loopt helemaal door Ederveen heen, omhoog, 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 omhoog. Ja, en ik denk dan, oké, wacht even. Oké, dus we hadden de plus, we hadden de hoofdweg. Ik zal even op de kaart laten zien. Hier is de plus. Hier is de hoofdweg. Dus dan zou je denken, ja, tussen de plus en de hoofdweg. Tussen de plus en de hoofdweg. En dan zie ik huisartsenpraktijk Ederveen. Nou, oh. Ja, superhandig natuurlijk als iemand zijn enkel kneust of zo, weet je wel. Ja, maar, wat zijn nek breekt. Maar het event is denk ik niet bij huisartsenpraktijk Ederveen, hè? Nee, ik denk het niet. Nee. Ook niet, ook niet. Oh, ja. Ja, jongens, we gaan echt nu, we gaan mega fine-tunen nu, hè. Eens even kijken, want de laatste... niet de laatste trouwens. De ene laatste. Dat mannetje. Ik dacht dat het een bouwvakker was. Maar hij kan ook een kip in zijn hand hebben. Ik weet het eigenlijk niet. Maar waar komt dat nou vandaan, Milan? Ja, ik ben er ook nog niet meer aan uit wat hij in zijn hand heeft. Maar net als de vorige hint. Ja, de twee vorige hints eigenlijk. Is dat weer een hint naar het dorp. Naar het dorp Ederveen. Ja. Want die man die staat op de vlag van Ederveen. Ja, ik heb hem in beeld. De vlag van Ederveen. Heeft eigenlijk dezelfde kleuren van Gelderland. Alleen dan blauw-geel en dan in zwart die man met het woord Ederveen inderdaad. Oh, ja, dus nu weten we... Ja, eigenlijk wisten we het al, maar nu weten we zeker dat het in Ederveen is. Ja, ja. En, ja, jeetje, dan gewoon de laatste. Dat is deze. Dat is volgens mij een Google Maps foto. Als ik het goed zie. Ja, helemaal juist. En met alle hints in het achterhoofd, oké, Ederveen, moet je misschien even op de kaart gaan kijken en de satellietknop aanklikken. En misschien kan je dan wel iets vinden. Oké, op de kaart kijken. We hadden, eventjes kijken, de plus, die is hier. De hoofdweg, die is hier. Ja, dus dan zou je zeggen, plus hoofdweg, ergens hier tussen. En dan gaan we hem eens eventjes op satelliet zetten. En dan gaan we eens even zoeken. Dit is de plus. Dit grote ding is de plus. Dit is de hoofdweg. Huh. Milan. Ja. Ik denk, even vergelijken. Dat dak met al die zonnepanelen. Ja. Ik denk dat ik hem zie. Ik denk dat ik hem zie. Ik denk het ook. En dan gaan we eens even kijken. Want we gaan eens even op Street View kijken. De zicht. De zicht. Is het de hal de zicht? Ja. Echt? Ja, dorpsdeel. Wow, Milan! Dat betekent dat we eindelijk de locatie prijs kunnen geven waar het is. Toch? Dat betekent dat 7 december, 7 september 2023, het TLL plaatsvindt in... Ja, 2024 in... Yo! Lekker! Woe! Dorpshuis Ederveen. Yo! Nice! Lekker! Super! 7 september 2000... Oh, ik heb 2023 in beeld gezet. Oh, wat stom. Snelweg. 7 september 2024 natuurlijk. 7 september 2024. In Dorpshuis Ederveen is het volgende Team Lagerlanden event, hè? Ja, dat klopt. Wow, is dat vet of is dat vet? Echt heel tof. Nou, Milan... Jullie hebben voorlopig even pauze. Eerst komt de kerst, dan komt de vakantie, dan komt het begin van volgend jaar. En daarna kunnen jullie volgens mij weer keihard aan de slag met die organisatie. Dat gaan we zeker doen. En ik vroeg je in het begin, wie heeft hem nou gewonnen? Wie heeft nou voor het eerste geraden wie
of dat het dus het dorpshuis in Ederveen is. Wie is de winnaar? Ik word al bijna vergeten die wedstrijd, maar in totaal hebben volgens mij een vijftal mensen die eerste locatie geraden. Ah. Ik heb er niet zo goed mee voorbereid, want ik heb niet iedereen klaarstaan. Nee. Maar tijdens de hint, ik weet niet op welke dag, met de hint met GCID, hebben er twee mensen die eventlocatie geraden. Oh, wat wint de eerste? Wat wint de eerste? Ja, ja. De eerste wint het allereerste ticket voor het event. Nice, superleuk. Ja, en ik stop daar nog een zilveren Geofloss ticket 2024 bij, Milan. Maak het nog leuker. Nou, mag ik aan jou vragen om te bekend te maken? Ja, het waren er dus twee die het op dat moment geraden hebben. Maar ja, er kan er maar eentje de eerste zijn natuurlijk, hè? Er kan er maar eentje de eerste zijn. Oh, vertel. Tromprompel. Ja, laat me komen. De winnaar van de TLL-wedstrijd is... Geocaching, ja? Willard. Yo, Geocaching Willard. Van harte gefeliciteerd. Jij krijgt dus een gratis ticket voor het TLL-event 7 september 2024 in het dorpshuis De Zicht. Dat niet alleen, maar je krijgt er van mij ook het allereerste zilveren Geofloss ticket van 2024 bij. Milan, wauw. Ja. We kunnen weer beginnen naar de volgende keer. We kunnen weer aan de slag. Maar allereerst gaan jullie als organisatie, want ik liet net al zien aan jullie, hebben keihard gewerkt daarvoor. De vorige keer en die keer daarvoor. Eerst even welverdiende pauze, nog steeds. En dan horen we ergens in februari of zo wel weer wat het vervolg is. Ja, misschien nog één dingetje wat ik nu al kan zeggen. Ja. Een kleine oproep, want het is al een tijdje geleden dat we een oproep hebben gedaan voor vrijwilligers. Want dit jaar willen we ons vrijwilligersteam een beetje uitbreiden. Ik ga straks zo meteen nog even een linkje plaatsen naar het formulier waar je kan aanmelden als vrijwilliger. Dus wie zich geroepen voelt, wie graag een handje wil helpen op het event, dat kan gaan van helpen bij een workshop, dat kan gaan van aan de kassa staan of zoveel meer. Ja. Kan je op die link klikken en kan je aanmelden en dan gaan we jou wel een mailtje sturen voor meer informatie. En hetzelfde voor de CO's, want we weten nu de eventlocatie, dus wij kunnen ook weer op zoek gaan naar enthousiaste mensen die graag de eventcaches willen maken en onderhouden. Dus ook daarvoor zal een linkje verschijnen in de groep. Superleuk, top. Milan, bedankt voor deze update. Hele fijne dagen, als ik je niet meer spreek. En we gaan elkaar vast heel snel weer eens een keer zien of spreken. Ja, ja, voor jou ook fijne dagen. En voor alle kijkers ook fijne dagen. Helemaal goed. Dankjewel. Alright, tot de volgende keer, hè? Tot de volgende keer. Doei. Het zilveren Geofloss ticket 2024. Daar is die weer. En natuurlijk zijn er ook gouden Geofloss tickets 2024. En achterop, ik kan het nu eindelijk laten zien. Ik kan ze eindelijk gaan uitdelen. Op 7 september 2024 vindt de trekking van twee winnaars plaats op het TLL event in Ederveen. En houden voor de Geofloss live uitzendingen in de gaten. Geocaching Willard heeft het allereerste ticket van 2024. En ook in deze uitzending zitten twee puzzels waarmee je een zilveren Geofloss ticket kan winnen. En die gouden, die komt voor de geluksvogels die de mazzel hebben om er eentje te vinden of eentje ergens is te winnen of iets dergelijks. Komt allemaal nog, want het is nog helemaal geen 2024 en we gaan zo meteen eerst van december genieten. Wow, eens eventjes kijken. Even kijken. Gelukkig hoef ik niet ver, zegt Danielle. Oh, waar kom jij vandaan dan? Oh, in Ede. Danielle woont in Ede, dan is het een thuiswedstrijd. En Geo, Esther van Geo, daar zijn ze weer, zegt...
in combinatie met het achtereind van Oost die ik had. En zo had ik een kort dat precies op de evenementlocatie uitkwam. Geweldig. Ja, want Esther is ook zo'n geweldige puzzelaar, hè? En zeker een mooi gekozen GC-code, ja. Volgens mij is het zelfs Team Toro Catchers. Is het niet de enige cache in Ederveen of zo? Er was iets mee, geloof ik. Mathieu zegt dicht bij het werk. En de eventlocatie Esther, van daar zijn ze weer. Heeft zelfs zonnepanelen op het dak. Ja. Plus de plusmarkt. Plus een huisarts in de buurt. Plus een massagesalon in de buurt. Hè? En waarvan Rebecca zegt, dat klinkt goed, een massage. Lekker. En een thuiswedstrijd voor Chris en Jeanette. Absoluut, dat is heel dichtbij. Veenendaal, super dichtbij eigenlijk. En zeker weten. En Geo, daar zijn ze weer. Emma Box natuurlijk. Uiteraard. Dat moet ook wel, hè. Thuiswedstrijd. Ja, inderdaad, thuiswedstrijd. Jeanette en Chris. Eens even kijken hoor. Bij Snip en Snap in de achtertuin inderdaad. Johan zegt ook redelijk in de buurt. Brian zegt woehoehoe. Ja, en ik had natuurlijk die domme fout gemaakt om 2023 in beeld te brengen. Maar het is natuurlijk 2024, 7 september 2024. Ja, iedereen iedereen corrigeert me weer. Mathieu die zegt, begint het weer op vrijdag? Ik ben natuurlijk niet van de organisatie, maar ik denk dat het wel weer op vrijdag begint. Maar pas in het nieuwe jaar gaan ze echt weer lekker aan de slag. Een half uur, half jaar van tevoren komt die event listing online. En kunnen we weer aan de bak voor een geweldig event. En Johan, tot ziens. Bedankt dat je erbij was. Even kijken. 7 september. Winnaar gefeliciteerd, inderdaad. Willard, ja, van harte gefeliciteerd. Tof! De allereerste die een zilveren GFLOS-ticket bemachtigt. Hartstikke goed. Gefeliciteerd, zegt iedereen. En Tamara zegt, 1,5 uur van mij. En Bart Willard. Ah, familie Willard, van Willard. Bart Willard van Willard is de winnaar. Tof! Bart en familie Willard, het zilveren GFLOS-ticket. We nemen even contact met elkaar op en hij komt jullie kant op. Uiteraard. Het wordt een weekend vol met plezier. En Daniel zegt, er is inderdaad maar één cash in Ederveen. En dat is die cash van de Toro Catchers. De enige cash in Ederveen. Dus die gaat op 6, 7 en 8 september, gok ik dan maar eventjes, massaal gevonden worden. Misschien wel 100 keer, misschien wel 200 keer, misschien wel nog meer. Wie weet. en Roante Almighty zegt, ik zit dan misschien in Luxemburg. Ah, jammer. En Brian... en Lianne, die hadden me inderdaad als tweede opgelost, volgens mij. Ja, volgens mij wel. En daar kan je trots op zijn. Absoluut, want het was best een moeilijke puzzel. Het was zeker een moeilijke puzzel. Oké, eventjes. Orde in de zaal. Nee, hoor, jullie houden je keurig netjes. Orde in de zaal. Want 7 september 2024, het TLL-event... Ik moet het nog in mijn systeem krijgen. In Ederveen. In Dorpshuis De Zicht. Dus dan moet ik dan binnenkort maar eens naar Dorpshuis De Zicht. Om daar een leuke video te maken. En misschien wel even die cache van die Toro Catchers te vinden daar. Ja, superleuk. Oh, is van B. van Veen. Oh, van B. van Veen. Van de Liberation serie. Oké. Oh, sorry. Blijft een gave cache. Blijft de enige cache in Ederveen. Maar hij is dus van Berry van Veen. En hij is niet van Team Toro Catchers. Excuus. Hij blijft even leuk. Oké. We gaan het hebben nog eventjes over de Team Lage Landen 2024 Geocoin. Want geen idee of jullie hem hebben... Maar dit zijn de twee coins van 2022 en van 2023. Alle twee in twee versies. En wat is hij gaaf? Deze is uit 2022, de TLL coin. De eerste, de originele, met Roger erop, met zijn rugzakje. En dit is de tweede. Roger met die halve berel, wereldbol, met dat plantje erin. En op de achterkant heeft hij nog steeds zijn rugtasje op. En nog steeds een staartje van Minerva. En...
ongelooflijk gaaf zijn. Ze staan echt gaaf in de collectie. Mocht je nou die van 2022 nog niet hebben, heb ik er nog een aantal van. Van de zwarte. Mocht je die van 2023 nou nog niet hebben, heb ik er ook nog een aantal van de zwarte. En ik heb zelfs nog twee zilveren. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, laat het maar even weten. Voor 22 en 23. En wat ik voor 24 ga doen. Ik moet ook hier even aan de zijkant wat doen. Wat ik voor 2024 ga doen. Is binnenkort. Want die is al heel ver eigenlijk. Het ontwerp is klaar. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En binnenkort ga ik alle kopers van de eerste en de tweede coin. Ga ik een mail sturen. Dat de derde 10 lage landen geocoin eraan komt. In 3 versies. En die krijgen dus als eerste de kans om er eentje aan te schaffen. En meteen daarna gooi ik hem natuurlijk ook in de openbaarheid. Want iedereen die zo'n gave team lage landen geocoin wil hebben. Die krijgt natuurlijk de kans om er eentje te pakken te krijgen. Mocht je het nu al weten, van 22 of 23 laat het mij weten. 24 komt eraan, duurt niet heel lang meer. Uiterlijk 1 januari is die te koop. Wow, en wat heb ik er zin in. Wisten jullie... dat Team Lage Landen in 2024 5 jaar bestaat. Wisten jullie dat? En ik ga jullie even meenemen naar mijn Facebookpagina. Want als je op mijn Facebookpagina komt en je gaat naar meer, als je het via de PC doet, dan kun je op live klikken. Dan kom je bij al mijn livestreams. En die gaan we nu eens even naar beneden. Want we zoeken hier natuurlijk de livestreams van het begin van Team Lage Landen op. En jullie weten allemaal, denk ik, dat Team Lage Landen, de naam Team Lage Landen, ontstaan is in Spanje, in Madrid. Dus dan moeten we een heel stuk terug. Want ik heb best wel veel livestreams al gedaan. En kijk, daar is die, Madrid. Ik heb een paar live-uitzendingen gedaan in Madrid. 1, 2, 3, 4 live-uitzendingen. En in de laatste is Team Lage Landen ontstaan. Ik klik hem even aan hier. En ja, je hoort nu niet. Ik ga het eventjes. Ik ga het even zo doen dat jullie. Even kijken. Speakers, kijken of het zo werkt. Kijken of het zo werkt. Nee, ook niet. Nou ja, maakt niet uit. Ik ga hem even. Wat ik eigenlijk wilde doen is eventjes jullie laten horen. En we gaan eigenlijk verder, ja, op de plek. Ja, nou hoor je hem wel. Waar we gebleven zijn de vorige keer. We waren dus in Madrid. En als we hier even kijken, dan heb ik. Scroll ik even naar 31 minuut 50, want daar zit ik voor dit gebouw. En dan gaan we hem eens op play zetten. En dan moet je even aan de rechterkant kijken. Dat is even belangrijk. Wat er gebeurt in de chat, ga ik naar real time. Let op aan de rechterkant. Hier, aan deze kant. Oh, Team Nederland. Oh, dat zal ik ook wel. Ja, of België, hè, Fabian. Want er zitten ook Belgen tussen, hè. Nederlanders en Belgen, hè. Let hier Nederlanders op, en Vlamingen. Aan de rechterkant. Ja, klopt, Hilde. Dat is de goede inderdaad, ja. Zo, eens even kijken. Eens even netjes weer oprollen. Anders past hij niet. Kijk eens. Dat is toch... Team Lage Landen, zegt Frank hier. Daar staat hij op 32 minuut 03... En dit is ook het moment dat ik hem ga uitspreken. Let op. Het is toch wel een gedoe iedere keer, hoor. Om een beetje netjes op te... Ja, ik wil zeggen Milan. Ja, ik had het al gezegd, hoor. Ik weet zeker dat er ook Belgen zitten te kijken. Nederlandse en Vlamingen. Alles wat Nederlands spreekt. En een enkele Belg. Ja, Team Lage Landen. Oh ja, Team NL en BE. We zullen er bij de volgende eens even wat moois van maken. Team de Lage Landen noem ik het nog hier. Maar Team Lage Landen. En hier hebben we het nog even in beeld. Frank heeft toch echt als eerste gezegd Team Lage Landen.
En dat was 5 jaar geleden, want kijk naar de datum. 27 april 2019, Madrid, Spanje. 27 april 2019, Madrid, Spanje. Dus dat betekent 27 april 2024 dat Team Lage Landen precies 5 jaar bestaat. Dus dat betekent dat ik op 27 april natuurlijk wel iets moet gaan doen. Want dit prachtige moment, inderdaad, Frank, is inderdaad een prachtig moment. En dat moet natuurlijk herdacht worden. 27 april 2019... tot en met 27 april 2024. Dan bestaat hij precies 5 jaar. En dat betekent dat 2025 Team Lage Landen 5 jaar bestaat. Wow. Dat is lang geleden, zeg maar, Rebecca. Toen ik nog geen grijze haren had. Geweldige, ja, die grijze haartjes. Die komen er nou eenmaal gewoon bij. Als die jaren gaan tellen, zo werkt dat. Maar, let op. Want we gaan het natuurlijk hebben over die coin. Hè? En ik ga jullie een paar dingetjes vertellen. Wisten jullie dat want je gaat natuurlijk opzoeken naar wat is nou, hoe kunnen we nou Madrid in die geocoin verwerken? Nou, wisten jullie dat er in Madrid een boom staat? En het is een aardbeienboom. En die aardbeienboom staat een beer tegenaan. Nou weet ik nog niet precies het verhaal waarom het een aardbeienboom is en waarom het een beer is. Ga ik nog voor jullie uitzoeken of misschien weten jullie wel wat het verhaal erachter is. Mocht je het weten, laat het mij weten of zeg het op de Facebookpagina GC Team Lage Landen met een foto van de beer en de aardbeienboom erbij. Maar ik dacht, hoe gaaf is het om Madrid te verwerken in die geocoin? En Frank en Wilfred zeggen, we gaan naar Madrid. Yes, als dat eens zou kunnen, dat zou gaaf zijn. Op 27 april 2024. Hoe vet zou dat zijn? Maar die beer dus, tegen die boom, die zit ook in de vlag van Madrid. Dit is de vlag van Madrid. Een soort paarse vlag met een wapen erop. Met die aardbeienboom staat erop en die beer staat erop. Dit is dus het wapen van Madrid. En er staan meerdere tekeningen hiervan. Maar het komt er eigenlijk allemaal op neer. Dat het. Dat het de aardbeienboom is met de beer. Iemand zegt Koningsdag. 27 april. Is dat Koningsdag? Dat is ook toevallig. Was het op Koningsdag dan dat ik live ging? Dat Team Lage Landen werd bedacht. Nou, geweldig. Geweldig. En volgens mij is. Oh nee, Kings and Queens, dat is 2025, dat is niet 2024. Ah, ja, super, super, super. Maar in ieder geval, waar we mee bezig zijn, is de coin. Wat moet er op die coin komen? Hier zie je het wapen van Madrid. Dan ga ik in mijn eigen Photoshop van alles proberen. Gewoon niet dat de coin wordt, maar gewoon uitprobeersel. Hoe kun je nou het wapen van Madrid eigenlijk verwerken in de nieuwe Team Lage Landen 2024 Geocoin. En ook Elise zegt, lekker weekendje Madrid met Koningsdag. En Milan zegt, 4 dagen na mijn verjaardag. Oh, heerlijk. Maar hoe kun je nou dat wapen van Madrid in die Geocoin verwerken? Nou, dan ga je, steekt de eerste originele Roger met oranje bril, steekt zijn kop door het wapen. Ja, weet je, dat is natuurlijk gewoon grappig om te doen. En wat zou je nog meer kunnen doen? Het wapen. Misschien het wapen van Madrid. Een rotje die het wapen van Madrid op zijn rug draagt. Een idee. En let niet op die tekeningen. Let vooral niet op die handen en zo die je hier ziet. Want het slaat natuurlijk allemaal niks op. Het slaat natuurlijk allemaal nergens op. Maar het was het idee om het hier te gaan uitproberen. Als je dit aan de voorkant doet. Dan zou betekenen dat het ongeveer zo eruit ziet aan de achterkant. Dus dat zou betekenen dat Roger dat schild, dat wapen van Madrid aan het dragen is. Als je dit zou doen. Maar ja, nu denk je natuurlijk. Dat wapen van Madrid, die boom, die aardbeienboom en die beer er tegenaan. Nou is, die aardbeienboom zou erin kunnen. Hè? Dat is dit, zeg maar. Maar die beer, ja, wat heeft een beer nou met. En met Team Lage Landen te maken. Hè? Dan moet je wel heel goed gaan nadenken. Nou, dan ga je nadenken. Moeten we een beer samen met Roger? Weet ik veel. Moet een beer ook iets gaan betekenen of zo? Maar ja, daar zijn we snel van afgestapt. Want hoe leuk zou het zijn als niet de beer tegen de boom leunt. Maar Roger tegen de boom leunt. Alleen het grote dikke probleem is. Dat je dan een silhouet van Roger moet hebben.
Die tegen die boom leunt. En we kennen Roger allemaal van de voorkant. En van de achterkant van de coin. Maar eigenlijk het profiel van Roger kennen we niet. Dus hoe ziet Roger er nou aan de zijkant uit? En schrik niet, maar ik heb zelf iets geprobeerd wat nergens op slaat. Wat ook niet op die coin komt. Maar dit zoiets is eigenlijk wat je zou moeten hebben. Roger, die onderaan een aardbeienboom staat. En zo bouw je dan zou je het wapen van Madrid kunnen ombouwen naar het wapen van 10 lage landen. Dan wil je misschien nog een Nederlandse vlag erop. Dan wil je misschien nog een Belgische vlag erop. Eigenlijk vind ik wel dat er een Nederlandse en een Belgische vlag op moet. Hoe dat dan moet, of dat zo aan die zijkantjes moet, of de bovenkanten, of misschien toch op de buik van Roger aan de andere kant en aan de voorkant. Want een coin heeft altijd een voor- en een achterkant natuurlijk. Daar moeten we dan even heel goed over nadenken hoe dat dan precies zit. Ja, en waar je moet over nadenken, moet het woordje Team Lage Landen er niet op? Moet er niet op het wapen van Team Lage Landen Team Lage Landen staan? Of moet je daar bijvoorbeeld Avonturen Nooit Ver Weg op zetten? Moet je daar bijvoorbeeld allemaal vraagstukken die je allemaal tegenkomt als je de coin wil, als je zo'n coin wil ontwerpen, moet er nou 5 jaar op staan? Kijk onder op die coin hier. Moet daar nou 5 jaar op staan? Of moet je eronder zetten, even kijken, heb ik dat hier? Oh ja, hier. De jaartallen. Moet je de jaartallen erop zetten? 2019 tot 2024. Allemaal dingen waar je over nadenkt als je deze hoek van het ontwerp in zou willen gaan. Dus het wapen van Madrid. Dit is het wapen van Madrid. En dit is gewoon de gewone Roger aan de voorkant. Want je kan wel nadenken over wapens van 10 lage landen. Maar je moet ook nadenken, hoe gaat Roger er dit keer weer uitzien? Krijgt hij wel of niet een bril op? Krijgt hij weer zo'n schild aan de voorkant met TLL erop? Als er aan de voorkant TLL staat, hoef je eigenlijk aan de achterkant geen TLL meer te hebben. Misschien is het wel heel leuk om ergens nog Avontuur is Nooit Ver Weg te hebben. Heeft nu 2 keer op de achterkant gestaan. Zou nu misschien op de voorkant kunnen staan. TLL misschien gewoon, Rebecca. Absoluut, zeker weten. Hallo Dave, goedenavond. We zijn bezig met een brainstorm voor de Team Lage Landen 2024 coin. Dan ga je allemaal dingen proberen. Bijvoorbeeld, hoe zou het eruit zien, even heel grof, als je een voorkant zou hebben waar Roger zo zijn duim opsteekt. Hè? Het ontwerp ziet er nu niet uit, maar je moet even denken aan hoe zou dat eruit zien. De duimen omhoog. Je zou ook kunnen zeggen de voorkant en dat schild waar we het net over hadden, met die duimen omhoog en dat Team Lage Landen wapen, hoe je dat ook gaat maken, dat hij dat tussen zijn opgestoken duimen haalt. Dat kan natuurlijk ook. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Toen dachten we, laten we eens helemaal beginnen met een naakte Roger. Laten we eens helemaal beginnen met een naakte Roger. En vanaf daar eens na gaan denken, jongens, want je ziet het in het midden, die boom en die beer, die staan in Madrid. Hoe kunnen we Roger nou Madrileens maken of Spaans maken? Want we voelen allemaal al aan, er moet aan de coin en aan het event zou wel een soort Madrileens of Spaans tintje moeten zeggen. Het wordt sowieso weer een feestje, weer een derde feestje. Maar er komt vast, hoop ik, een soort Spaans tintje aan. En zo moeten we Roger dus ook gaan aankleden. Dus ja, hoe laat je Roger er nou Spaans uitzien? Aan de voorkant, maar ook aan de achterkant. Want de coin heeft een voorkant en een achterkant. En nee, die weg gaan we niet op, Milan. Want we gaan niet voor een 18-plus Roger. Een 18-plus Roger. Nee, dat kan echt niet. Het moet wel family-friendly blijven. Hè? Maar we hebben dus een voorkant en een achterkant. Als je naar de achterkant kijkt. Want de munt aan de voorkant en de munt aan de achterkant. Om te beginnen moet je nadenken over wat voor bril krijgt hij op. Wat voor kleurbril krijgt hij op? Doen we het geel? Doen we het oranje? Doen we het groen? Doen we het bruin? Doen we toch weer oranje zoals eigenlijk zijn eerste bril? En ik heb er even met Chris en Jeanette over gecommuniceerd van welke kleur bril moet er op. En er kwamen eigenlijk 2 kleuren uit die het goed doen. En dat zou oranje en rood kunnen zijn. Dus ik ga jullie zo meteen meer laten zien.
Dus de bril. Je moet natuurlijk de bril. Een pan paella. Een pan paella. Ja. Iets met paella. Spanje paella. Dat is sowieso leuk voor een geocache of voor het event. Oh, hoe vet zou het zijn als we paella op het event kunnen. Mochten er nog paella bakkers zijn die op 7 september 2024 tijd hebben, laat het even weten aan de organisatie, want dan gaan we paella serveren aan de mensen. Dat zou echt heel gaaf zijn, ja. Oranje, Mariska zegt oranje. Mariska zegt oranje. Let op, ik ga nog meer vertellen zometeen. Als je hem Spaans wil maken, dan moet je misschien ook een hoedje opgeven. Alleen het probleem is dan, wat is nou Spaans? Wat is nou een Spaans hoedje? Nou, dat ben ik gaan zoeken. Wat is nou een echte Spanjaard? Dit is een echte Spanjaard bijvoorbeeld, hè? Dus een snor en dan zo'n hoed op, hè? Een beetje zo'n sombrero, weet ik veel. Nee, dat is meer... ik denk dat meer... dat is meer Mexicaans. Ik weet niet hoe zo'n hoed heet. Zo'n Spaanse hoed eigenlijk. Spaanse vlag in zijn hand zou zelfs ook nog kunnen, inderdaad. In ieder geval, het zou leuk zijn, en dat heeft Roger nog nooit gehad, is dat hij een hoedje op krijgt. Dat zou wel heel erg tof zijn. Nou, dan ga je kijken, hoe ziet een echte Spanjaard eruit? Dit is er bijvoorbeeld een echte Spanjaard. Hoewel ik denk, die muts is meer sombrero's, meer Mexicaans. Maar als je die muts even wegdenkt, dan is het pakje wat eronder zit, is best wel Spaans. Hè? Zo'n zwart pakje met zo'n rode strik en dan zo'n rode band om je buik, weet je wel. Dat is ook best wel Spaans. Wat ook wel Spaans is, is eigenlijk een beetje hetzelfde, is dit. Hier vind ik die muts weer wat meer Spaanser. Maar ook weer die rode band om zijn buik. En dan zo'n witte blouse aan. En dan zo'n zwart giletje en een zwarte broek. En dan deze muts is wel weer meer Spaans. Hè? Dus dat zou ook wel heel tof zijn. Ook een echt Spaans hoedje is dit. Kijk naar Roger. Dat is ook een echt Spaans hoedje. Dat is namelijk een hoedje van zo'n toreador, hè? Stiervechten, zeg maar. Tamara zegt de cape van Zorro. En Esther zegt een rode lap om de stier te temmen. Oh, Milan Bouters. Milan Bouters is dingen aan het noteren. Milan, noteer allemaal, hè. Inderdaad, ja. Paella. De cape van Zorro. Ik weet niet of Zorro Spaans is, maar ik denk het wel. Zorro is ook een mooi thema. Stierenvechten natuurlijk. Een rode lap, stier. Ja. Dat is inderdaad ook wel allemaal heel erg mooi. In ieder geval zul je iets moeten bedenken om Roger in een soort van Spaanse kleding te hijsen. Nou is dit een uitprobeersel, maar wel een idee, hè? Dus hij heeft een wit blouse aan, hij heeft een rode sjaal, hij heeft een band om zijn buik en hij heeft een broek aan, hoewel het hier meer een rok lijkt. En zo zie je maar, allemaal inspiratie. Allemaal inspiratie voor de nieuwe coin van Team Lage Landen van 2024. En ik heb jullie een paar dingen laten zien. Al die dingen zijn eigenlijk verwerkt in de Team Lage Landen 2024 Geocoin. En hij is nou bijna besteld. Het ontwerp is klaar. Jullie hebben een paar ideeën gezien. Een paar van die ideeën zitten in het ontwerp. Roger staat erop. Maar hij heeft een bril op, hij heeft een hoedje op. En hij heeft Spaanse kleding heeft hij aan. Flamingo. Flamingo, dat klinkt ook wel Spaans. En Spaanse dans. Spaanse jurken. Toreadors. Milan, schrijf je mee. En mochten jullie natuurlijk ideeën hebben, of sterker nog, mocht je ideeën hebben voor de organisatie om mee te kunnen helpen, laat het Milan weten. Hè? Je kan natuurlijk contact opnemen met Milan, maar je kan ook via de Facebookpagina GC Team Lage Landen kun je contact opnemen. Mocht je ideeën hebben, spuis ze gewoon op die Facebookpagina, want dat is wel heel leuk om over mee te denken. En de coin is bijna in bestelling. Toevallig vanmiddag nog de laatste kleur veranderd. Een kleur rood is naar een andere kleur rood veranderd. En ik zie ook echt net binnenkomen. Dat is echt bizar eigenlijk. Echt terwijl we, as we speak, als we binnenkomen, krijg ik hier binnen een berichtje van Geocaching. En Geocaching zegt: we've approved your order for trackable codes and processed the payment below.
Hashtag TLL 2024 Team Lage Landen Geocoin. Ook die zijn goedgekeurd. Het worden geocoins. Met een eigen icon weer, hè. De andere icons waren een oranje, als ik het goed heb, en een groene bril. Hoofdje van Roger met een oranje bril. Hoofdje van Roger met een groene bril. De icon hier wordt hoedje, bril op het hoofd van Roger. Dus ook hier weer een personal icon. Elk natuurlijk weer een unieke trackable code. En hij komt in 3 verschillende uitvoeringen. Dus wees er tegen die tijd echt op tijd bij. En ik laat het weken zodra die in de verkoop gaat. En ik begin met een mailtje naar alle kopers van de coin van 2022 en 2023. En wat ik jullie vast wel kan vertellen, let op, is dat Roger op de coin een hoed op heeft. Een hoed op heeft. Even kijken, zelfde ronde passen. Een hoed op heeft. Een bril op heeft. Een bril op heeft en een pak aan heeft. Hij heeft een Spaans pak aan. En ik geef jullie nu even het advies om een screenshot te maken. Maak een screenshot. Want die ga je nodig hebben. De Team Lage Landen 2024 Geocoin. Maak een screenshot. We gaan ervoor en voor of op 1 januari moet die er zijn. Maximaal. Nice, de tweede puzzel voor een zilveren Geoflogs live ticket. En ik hoop dat jullie de screenshot hebben gemaakt. Maar inderdaad, een aardbeienrode bril. En de aardbeienrode kleur zit erin. Hij heeft een hoedje op, hij heeft een rode bril, hij heeft een Spaans pakje aan. En de rest laten we nog even in het ongewisse. Maar de ideeën hebben jullie gezien. En ik zie, Wilfred zegt ook wel weer, ik wil de serie hebben. Geocine zegt, dat is top. Milan heeft lekker meegeschreven. En Castagnettes, schrijf mee. Castagnettes in de goodie bags. Oh, Spaanse wijn. Milan, Spaanse wijn. Een flamingo workshop. Inspiratie. Stieren temmen. De Cape van Zorro. De Spaanse vlag. Een pan paella. Wow, is dat gaaf of is dat gaaf? Het zit er weer op. Een uur en een kwartier. En jullie zijn deelgenoot gemaakt van de locatie van het Team Lage Landen event. 7 september 2023. Wauw. Wat ongelooflijk gaaf. In Edigveen, waar nu nog maar 1 geocache ligt. En de Geocoin. De hashtag TLL 2024 Geocoin komt eraan. Ik hou jullie op de hoogte zodra ik iets weet. En laat het mij vast weten als je nog een coin van 22 of zwart of van 23 zwart of zilver wil hebben. Want er zijn er niet heel veel meer van. En binnenkort komt er weer een hele lading nieuwe Team Lage Landen 2024 Geocoins. Een hele fijne avond, een hele fijne maand, hele fijne dagen. En hopelijk heel snel tot ziens. We maken er een Spaanse dag van. Doei! Ja, nog een keer. Nee, je moet het bespreken, hè, Rogier.